Ik ben Said Alkamachi, ik kom uit Irak eigenlijk. Ja, ik ben nu hier in Nederland 2 jaar. En hoe bevalt het project tot nu toe? Ja, ik vind het gewoon leuk, gezellig, ja. Het gaat over eigenlijk, wat is het verschil tussen hier en daar? Wat is jouw situatie hier? Wat is jouw verhaal hier? Ja. En jullie schrijven gedichten in jullie bijeenkomsten? Tot nu toe eigenlijk niet. Ik heb nog niet iets geschreven, maar eigenlijk ik moet wel. Ja. Ik moet kan wel. Je een beetje dichten? Of? Ik ben niet zo goed, maar ja, ik zal mijn best doen. Ja, deze project, ik vind het heel leuk. De eerste punten, we komen praten met elkaar en contact met de mensen maken. Ik vind het heel leuk. En dan gaat het boek maken. Dus bij wat staat in mijn hart, ik kan zeggen. Of vroeger, hoe was ik in mijn land en nu wat ik wil en zo. Ik vind het heel leuk en heel interessant voor mij. Ik heb vanaf het begin af heb ik wel gezegd dat ik een boek ga maken. En het boek zou heten Tussen toekomst en heimwee. Dus dat was een rode draad bij hun, heb ik wel doorverteld. Gingen ze met ze praten en dan kwamen veel onderwerpen, onder andere heimwee en toekomst en verlies en vaderland en hun leven hier in Nederland, hoe ze opgebouwd hebben. En toen dacht ik, het is wel mooi om iets, eerst toekomst en dan heimwee. Er zijn heel lieve mensen, ik heb hun levensverhaal gehoord, ik vind het heel interessant. En ook zijn ze ook heel erg blij. En ik hoor nog een vrouw altijd zegt, als dit project af is, komt er nog een ander project. Omdat ik zo leuk vind, zo gezellig bij elkaar komen. Uiteindelijk kan ik mijn verhaal uiten, aan iemand vertellen. En wordt later ook in een vorm van boek opgenomen. Dit is het resultaat van 8 keer bijeenkomsten met het groep Irakezen. En bij ons kwam toetsen dit mooie boek. En dit kwam dankzij echt... Nog een louder. Echt bijzonder. خودات میکنی چی شنیدی از این مرده؟ به من بگو دیگه. باشه خب 8 minuten door elkaar met elkaar alleen in jullie talen spreken. Dan mensen gaan gewoon in een andere kamer. خیلی قشنگ بود. اینو این بار نکردی. که اینجا با یک از مردم درس میگیری. بیکن. Ik reis overal in die land met dit paspoort. Daar was ik een Hollander, net als deze dames en heren. Welcome to Holland. Dat zei die lange, blonde, aardige man tegen hem. Oktober 93 was het. 23 jaar geleden was ik aan de beurt om naar Nederland te komen. In januari 95, toen ik 40 en mijn dochter 2 jaar jong was, ben ik weer in Nederland geboren. Een nieuw land, nieuwe cultuur, nieuwe taal. Liggen, leggen, kunnen, kennen, je lucht het al. Het glas staat hier, land ligt hier, de straat loopt hier. Terwijl, dat is een bijzonder moeilijke taal. Maar toch heb ik vastberaden om door te gaan. We herkennen de obstakels waar zij nu mee te dealen hebben. De tranen die we voorbij hebben zien komen. Net zoals onze ouders en al die andere Iraanse ouders die jaren geleden besloten om te vluchten in het belang van hun veilige toekomst van hun kinderen en daarmee hun eigen leven achterlieten. Iedereen, alle Iraanse ouders hier in deze zaal en heel Nederland, bedankt.
dat is de plek waar het allemaal gebeurt. Ik ga naar binnen en kijken wat er allemaal te doen is hier. Het gaat hier allemaal gebroederlijk, gesoesterlijk of gebroederlijk aan toe. Nu werken wij aan een project van Ongekend Bijzonder. En dat is het kunstwerk, een deel van het kunstwerk. Vandaag is aan deze schilderij de hele dag gewerkt. Het gaat goed. Ja, harde werker hebben we hier. Daar staat de deel 4, waar de meester laatste hand aan oplegt. Mag ik jou iets vragen? Ja, ja. Kun je alsjeblieft wat vertellen in welke fase we nu zitten in het project? De groep is verdeeld in 4 groepen. Mm-hmm. Elke groep werkt met 4 vrouwen. Zo werken we heel hard en bezig met de schilderij. Waar bent u nu mee bezig? Ja, ik ben het kleurmaken voor de vrouwen. De laatste hand op de schilderij voor vandaag. We zijn bijna klaar. Volgende week gaan de deelnemers zich beraden over een stukje dat zij zelf gaan presenteren. Goedemiddag, dames en heren. Op deze schilderij zien wij het afzicht over Nederland. Wij hebben rust als wij naar onze kinderen kijken. Hier kunnen zij in vrijheid en veiligheid leven en studeren. Wij hopen elke dag dat hier veiligheid en vrijheid in Afghanistan terugkeert, zodat de kinderen in Afghanistan net als onze kinderen in vrijheid en veiligheid kunnen leven en studeren. Bedankt voor jullie aandacht. Wij maken nu Ethiopische recept, ja. Gewoon echt makkelijk, die past bij ons programma nu. We hebben niet zoveel tijd, niet uitgebreid, maar simpel Ethiopisch lens salad we gaan maken. We hebben rood ei nodig. En knoflook. Oh ja. Ja, knoflook. Normaal moet het erg, nog erg zacht, ja. Het is een beetje strak, we gaan gewoon. En symboliek voor de presentatie van Ethiopische eten. Thank you.
kwam aan de winter. Hoor niet om mijn kleding, zo, uit Afrika. Koud en nat. Ik had nog nooit bomen zonder bladeren gezien. Je bent nooit te oud om je dromen waar te maken. Ik heb leren fietsen, zwemmen, naaien, borduren. Overal betrokken zijn als vrijwilliger in ons dorp. Het is zoveel waard als mensen zonder iets terug te verwachten je wil helpen. Gewoon het gevoel dat je welkom bent en er mag zijn. Thank you.